We kunnen allemaal aan de slag met Fallout 4. Come on, yes! En ik was zo gezegend dat ik een weekje eerder met de game aan de slag mocht. Ik heb er dus nu meer dan 30 uur in zitten. En dus ga ik jullie nu een aantal tips en tricks geven om zo goed mogelijk van start te gaan in Fallout 4. Op 5 is een hele simpele tip. Bouw zo snel mogelijk je eigen huis. Of claim in ieder geval je eigen huis. Zoals je weet kun je in Fallout 4 dorpen stichten en overnemen. Zorg ervoor dat je snel een eigen huisje pakt. Zet daar wat kasten in. Want goodies en gear is het belangrijkste in Fallout 4. Zorg dus voor een plek waar je dat allemaal kunt opslaan. Want je gaat het later nog nodig hebben. Op 4 is eigenlijk best wel een makkelijke tip. Gooi niet te veel weg. En verkoop ook niet te veel. Want eigenlijk alle grondstoffen zijn nuttig. In Fallout 3 waren er inderdaad dingen als blikjes en zo die je op een gegeven moment gewoon weggooiden, want ze leverden te weinig op. Maar vergeet niet, in blikjes zit aluminium. In een oude telefoon zit circuitry. En in het begin lijkt het alsof je dat allemaal niet nodig hebt. Maar als je straks dorpen gaat stichten en echt generators moet bouwen en radio, luidsprekers, etcetera, dan heb je alles nodig. Wees dus wijs en gooi niet te veel weg. Op 3 staat een hele belangrijke tip. In Fallout 4 is geld niet zo heel erg schaars. Heel veel mensen die Fallout 4 en New Vegas hebben gespeeld denken dat misschien, en vooral in het begin, maar het is eigenlijk helemaal niet zo. Als je gewoon een aantal goede wapens die je continu van raiders kan afpakken blijft verkopen, dan heb je genoeg geld om te overleven. Veel belangrijker is het, zoals je in de vorige tip hoorde, om dingen op te slaan. Wees dus niet te zuinig, verkoop niet te veel, want je kan heel veel nodig hebben en geld is overal te vinden. Ja, op 2. Kies je perks verstandig. En dat is heel erg belangrijk, vooral in het begin van de game. Wat wil je bereiken in het spel? Ben jij iemand die dorpen sticht? Of ben je iemand die gewoon zoveel mogelijk combat wil doen en zoveel mogelijk battle? Stel je perks daarop af. Kies bijvoorbeeld heel erg snel voor de lockpick perks. Want dat betekent dat je heel snel heel veel geld kunt ontvangen. Kies heel snel voor de computer hack skills. Want dan kun je weer heel snel robotten voor je laten werken. Kortom, kies je perks verstandig en weet wat je doet in Fallout 4. Ja, en opeens de tip der tips, maak een plan. Ja, er zijn weinig games waar deze man pen en papier heeft gebruikt om een plan te maken. En bij Fallout 4 is dat toch echt het geval. Ik als dorpenstichter wilde heel graag, heel snel mijn dorpje zo rijk mogelijk aankleden. En dat betekent gewoon dat je bepaalde perks nodig hebt. Voor bepaalde generators heb je de science perk nodig. Om winkels te stichten heb je bijvoorbeeld de barter perk nodig. Kies dat van tevoren wijs. Maar als je niet van dorp houdt en je wil misschien wel wapens juist gaan customizen, dan heb je weer je gun nut perks nodig. Kortom, bedenk van tevoren wat je wil doen, schrijf het op, maak een plan, zoek uit wat je ervoor nodig hebt en ga daarvoor. Een beetje in de breedte allerlei verschillende soorten perks pakken, het werkt niet. Voor de lange termijn is dat misschien best wel relaxed, maar als je snel wat dingetjes wil kunnen doen in Fallout 4, maak een plan. Tot zover 5 tips en tricks zodat je beslagen ten ijs kunt beginnen met Fallout 4. We wensen jullie de komende paar honderd uur heel veel plezier in de Commonwealth van Boston. En als je echt alles wil weten over Fallout, reviews, trailers, toffe content, check dan vooral gamersnet.nl.